in gesprek met Wilkin van der Kamp en we zijn on fire. We hebben het over bevrijding nog steeds en ik vind het gaaf om daar wat over door te praten. In het vorige deel hebben we gesproken over 4 stappen naar bevrijding toe. Mm-hmm. He, dus je overgeven aan Jezus, de waarheid leren kennen, de emotionele gebondenheid loslaten. Ja. En vervolgens is de duivel zo gevlogen. De 4 vormen van gebondenheid. Ja. En mijn vraag is, moet elke christen die stappen doorlopen in zijn leven? Nou, de eerste stap sowieso. Ja, want dat lijkt me logisch. Dat is ook een domme vraag van een evangelist. Nee, maar daar weet je alles van, de eerste stap. Ja. En van de tweede, goed, je weet het. Dat het heel normaal is in je leven. En dan kan je zelfs, als je al jaren christen bent en in de bediening staat, nog meemaken dat je een leugen in je leven ontdekt. En van, hé, maar wacht eens even, die moet ik inruilen voor de waarheid. Ja. En wat een vrijheid geeft dat. Ja. Dus dat gaat elke christen meemaken, die vernieuwing van denken. Maar die derde ook. Emotionele gebondenheid, dat je emotioneel gebonden bent aan die iemand. Die zit vaak ook aan die interne leugen verbonden, hè? Ja, vaak, ja, zeker. Ik wil, waar komen nou al die schoonmoedermoppen vandaan? Leg uit. Nou ja, dat ligt ook op dit terrein. He, dat je geen goede relatie hebt met mensen. Manipulerende schoonmoeders, want daar komt het natuurlijk vandaan. Ja. En wanneer laat je manipuleren? Bijvoorbeeld als je bang bent om zelf je relatie kwijt te raken. Ja. Ik heb heel wat verhalen in mijn rugzak. Hè, van de jaren dat we ook pastoraat hebben gedaan. Ja, je bent bang om, je wilt altijd getrouwd zijn. Je hebt geen vriend. En dan ben je 30, dan krijg je een vriend. Je hebt je altijd voorgesteld, ik ga niet aanrommelen? Nee, aanrommelen. Ja. Ik wil mijn rein bewaren voor we het huwelijk ingaan. En dan zegt hij, als je echt van me houdt, dan geef je wat ik nodig heb. En dan nog een keer, en nog een keer. En dan ben je bang om die persoon kwijt te raken. Dat is ook een vorm van emotionele gebondenheid. Een gezonde relatie is gebaseerd op liefde. Een ongezonde relatie is gebaseerd op angst. Ja, manipulatie. Angst die ander kwijtraken. Dat is emotionele manipulatie. En dan krijg je ook een relatie waarin zonde ook echt in het spel is. Dat kan een seksuele zonde zijn of een occulte zonde. Dan kan er gebondenheid plaatsvinden. Maar de eerste twee die liggen dicht bij elkaar. Maar is het, gezonde relaties, basis liefde, ongezonde relatie, angst. En, maar als die ongezonde relatie en die angst dan zo'n prominent aanwezig is eigenlijk, is het dan ook zo dat de zonde die daaruit voortkomt geworteld is eigenlijk in die verwonding? Ja. En zou je alleen de zonde aanpakken en zeggen, ja, dan moet je hem gewoon mee kappen, dan snap je eigenlijk helemaal niet wat daaronder speelt. Nee, dan bestrijd je, waar we het al eerder over gehad, het symptoom in plaats van de wortel die eronder zit. En dan is die boodschap van vergeving en bevrijding, die moet eigenlijk naar die onderste laag toe. Ja, daar moet die binnendringen. Ja. Maar dat kan natuurlijk wel, hè, met afpellen van zo'n ui, dat kan even duren voordat die daar geraakt wordt. Ja. Maar is dat dan ook jouw boodschap? Richt je op, bekeer je van die zonde? Of zeg je echt, nee, laten we het hebben over die emotionele gebondenheid, die interne leugens, waardoor je je gedraagt zoals je gedraagt? Ja, precies. Ja, dat is het. We hebben een vragenlijst ontwikkeld door de jaren heen. En de laatste jaren is die vrij stabiel, die lijst. En dat is een holistische aanpak, dat we kijken naar van de contextuele therapie. Focus daarop, dus wat is de context waar je opgegroeid bent, de eerste 12 jaar. Ja, jij zegt eigenlijk therapie, maar dat is het bijna. Dat is het gewoon ook. Massatherapie met iedereen. Ja. Door emotionele stappen heen, maar uiteindelijk ook het kruisen in centraal. Ja, zeker. Ja. Hè, misschien wel juist aan de voorkant. Ja, ja. En dus dan trainen we een pastoraal werker dus om die lijst met mensen door te gaan. En dan kijk je de eerste 12 jaar, dan kijk je naar dus de emotiekant, dus de emotionele kant, je emotionele welzijn. De fysieke, dus lichamelijk welzijn en geestelijk welzijn. Niet alleen in eerste plaats je relatie met God kijk je dan ook. Maar waar heb je misschien gedronken uit een bak waar je niet, uit een bron waar je niet moest drinken? Ja. En het occultisme is toch wel heel erg
wijdverbreid geraakt. Ook in manipulatie kerken, ook in kerken. Ja, dat, ja, manipulatie is ook, hè, ook een vorm van toverij, toch? Ja, nou, je ziet, je moet, ik ben wel heel voorzichtig. Er is een tijd geweest in de charismatische kerk dat er gesproken werd over de geest van Izebel. Ja, en niet onderscheiden werd het verschil tussen emotionele manipulatie, wat gebaseerd is ook op verwondheid. Ja. Want ook mensen die emotioneel manipuleren, zijn verwond geraakt. Ja. Dat is wat jij bedoelde. Ja. Ja. En die mensen hebben te horen gekregen, je hebt de geest van Izebel. Maar als iemand misbruikt is, wat doe je? Dan ga je een muur bouwen. Ja. En dan zeg je, dit mag nooit weer gebeuren. Het is overleven voor iemand. En overleven kun je alleen maar door te controleren. Ja. Hoe kun je controleren? Door te manipuleren. Ja. Ja. Dus deze mensen hebben niet die klap in het gezicht nodig. Je hebt de geest van Izebel. Ik kan er nog boos om worden. Hoe dat gegaan ik heb het een lijve ondervonden in mijn directe omgeving. Dat de boodschap was naar mensen. En dat ik dan ook wel zei van, ja, maar dan moeten we ze toch helpen. Nee, dan moeten ze zelf maar komen. Maar dan denk ik, ja, als je dan gebonden bent, dan zie je dat toch niet. En... Ah, is het geen demonische gebondenheid? Dat durf ik rustig te zeggen. Natuurlijk zou dat best wel kunnen in incidentele gevallen. Maar het zijn mensen die verwond zijn, hè, en manipuleren om te kunnen controleren. En zij hebben de liefde van God nodig. Ja. En ontdekken wie ze zijn in Christus, waar we het over gehad hebben. Hoe God naar hen kijkt. En dat God je wil omarmen en je in ere wil herstellen. Hoe mooi wil je worden? Daar hebben we het over gehad. Ja. Dus je ziet dat. En natuurlijk bestaat er ook iets van geestelijke manipulatie. Maar wat is geestelijke manipulatie? Dat lees je in de Galatenbrief van Paulus. Waarin hij zegt, hebben jullie dus niet zoveel ondervonden met het werk ook van de Heilige Geest? En dan zegt hij, jullie zijn geroepen, hoofdstuk 5 vers 13, om vrij te zijn. En nu laat je weer wetticisme op je leggen. Ja. Gedragsregels. Mm. En dat is ook een vorm van controle. En dan zie je die geest van manipulatie, die bestaat, geestelijke manipulatie in de kerk. Dan wordt je vrijheid geroofd en je identiteit wordt geroofd. Er is geen ruimte voor identiteit in Christus en vrijheid in Christus. Dat zijn dan weer de oudste zoon tegen de religieuze kaders. Religieuze kaders. Ik heb wel eens gezegd. En dan wettische kaders. Dus niet de wet, want die is volmaakt en goed, maar wetticisme. Ja, ook niet alleen maar in streng reformatorische kerken, daar zie ik het. Maar ook in de evangelische en vergeet niet ook de charismatische kerken. Ik durf te zeggen dat in de charismatische wereld soms meer wetticisme en manipulatie is dan we zouden willen toegeven. Ja, en daar mogen we ook eerlijk over zijn. En altijd de hand in eigen boezem steken, zeg ik. En reflectie doen, hè. Ons als beweging ook laten reflecteren. Dat we spiegels hebben, dat anderen zeggen van, hey jongens, en vragen stellen over ons en wederzijds. Ja. Daar geloof ik in. Ja, nee, ja, daar volg ik helemaal in. Helemaal waar. Ja, het is echt een zoektocht. Jij zegt, iemand moet tot bekering komen, maar die emotionele interne leugens, emotionele verwondheid, ik ken geen mens die dat niet heeft. Nee. Eigenlijk moeten we allemaal door die stappen heen. Zonder dat het een ABC'tje is. Nou ja, precies. Want, zonder dat het een ABC'tje is. Want hoe werkt dat dan? Want stel je voor, ik zou nog niet naar de conferentie geweest zijn. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik verlang wel naar die interne vrijheid. Ja. Wat is dan de route die ik daar het beste voor kan pakken? Ja. En kun je dat ook in een soort self-help methode doen? Zou je de duivel uit jezelf kunnen drijven op het moment dat je misschien ontdekt, ja, maar dit is de waarheid en ik ga die er tegenover stellen? Of is dat een hele rare vraag? Nou, je hoeft hem bij wijze van spreken, dat is niet helemaal waar wat ik zeg, maar bij wijze van spreken niet uit te drijven. Want als je gewoon alles opruimt in je leven, dan verdwijnt het vanzelf. Ik heb van Neil Anderson. Neil T. Anderson, hebben we 3 keer een conferentie mee mogen doen in Nederland, uit Amerika. Dr. Anderson, die heeft ook het een en ander ontwikkeld, de 7 stappen van Neil Anderson heette die dan. Ik heb een boek gelezen. En toen heeft hij ooit dit gezegd. Je moet niet de vliegen bestrijden. Je moet het vuilnis opruimen. Dan verdwijnen de vliegen vanzelf. Mm. Dat is wat ik bedoel. Reinhard Bonker die zei... Vind je dat niet geweldig? Ja, het is waar. Ik moet denken aan wat Reinhard altijd zei. Hij zei, een vlieg kan alleen op een koude fluitketel zitten. Hij zegt, want als die kokend heet is, dan waagt hij zich er niet aan. Weet je wel? Dus wees in vuur en vlam voor Jezus, was altijd zijn boodschap. Nou, eigenlijk is dus, kijk, wat wij doen
We hebben bevrijdingspastoraat en de bevrijdingsbediening. Dat zijn twee verschillende dingen. Wat we in een conferentie doen is bevrijdingsbediening. En dat is bijna ook een bovennatuurlijke interventie van hoe God dat doet. Wat hij doet zoals hij wil. Ja, dat is onvoorstelbaar. Wat God daar doet... Lukt dat trouwens ook? Dus misschien online nu? Nee, dat doen we niet online. Is dat omdat het niet te doen is? Of stel dat iemand aan het kijken is en die zegt... ik verlang naar bevrijding. Zou God dan nu via beeld gewoon ergens in een huiskamer... Het is voor mijn voordeur gebeurd. Het is op de gekste plaatsen gebeurd waar ik was. Gewoon omdat ik er ook was. Ja. Want het is wel op een of andere manier ook zo dat... Dat God zijn talenten, en talent is niet dat je goed piano kunt spelen, want de gelijkenis van talenten gaat niet over piano spelen, maar gaat over de mate van de zalving die God geeft. Mm. En een apostel krijgt vijf keer een talent, dat is 40 kilo goud. De menorah in de tempel was van één talent goud gemaakt. Daar heeft Jezus het over. De gelijkenis van die man, die rijke man die teruggaat naar een ver land, die op reis gaat naar een ver land, hij ging weer naar zijn vader in de hemel. En dan roept hij zijn knechten bij elkaar, de discipelen. En dan geeft hij het kostbaarste wat hij heeft. Dat is de Heilige Geest. Ja. En dat is 1 talent, 2 talent en 5. Dus naar de mate waarvoor je geroepen bent. Ja. Nou, dan zou je inderdaad kunnen zeggen... Wilkin, hoeveel talent heb jij dan gekregen voor die bevrijdingsbediening? Nou, weet je, dat ga ik niet invullen. Maar dat is wel anders om het in zo'n groep ook te doen. Ja. Dat is een grote verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd ook heel ontspannen. En we zeggen wel eens tegen elkaar voor de grap. Het is ook een hobby. Waarom? Omdat hij het doet en wij niet. Nee, zo is maar het is wel de mate van de zalving die God geeft. Maar iemand kan ook 1 talent hebben. En bijvoorbeeld in bevrijdingspastoraat doe je het heel anders. Dan ga je een traject in met een begin en een einde. Mm. Heel veel pastorale trajecten duren veel te lang. Ja. En daardoor krijg je ongezonde relaties. Een ongezonde afhankelijkheidsrelatie met degene die je begeleidt. Ja. Maar in dat proces zijn geen ABC'tjes, geen 1, 2, 3, 4'tjes. Als we die stap gezet hebben, dan gebeurt dat. Het is maatwerk. Het is helemaal maatwerk en laat je leiden door de Heilige Geest. Het zijn principes, wel geestelijke principes, die we de mensen leren. Ja, maar als iemand dus zou zeggen, want die zit te luisteren en die denkt... Nou, misschien heb ik nog gebondenheid in mijn leven. Vraag 1 is, moet je daar bang voor zijn? Nee. Ja, want ik denk, zo in elkaar. Wat als ik nog iets heb? Wat moet ik dan doen? En dan wil ik het liever gisteren kwijt dan vandaag natuurlijk. Maar het is ook een proces. De eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam, was ik ook hartstikke bang. Ja. Overal, alles wat wij nu doen... Zeggen ze tegen die mensen die gewoon bang zijn. Die zeggen, Wilkin, ik ben bang. Alles wat wij nu doen, heb ik vroeger voor gewaarschuwd. Dat vond ik ook allemaal niet van God. Dus wat we nu doen... Ja, en ik weet nog dat ik zelf ook een keertje op een bijeenkomst was van een Amerikaan. En uit Amerika kan ook niks goed komen. En dat was John Wimber in de jaren 90. En ik zou naar John Wimber gaan. Ze zeiden, nou, dan moet je daar maar eens kijken. 3000 man waren daar. Met mijn bloknootje, mijn pen en mijn bijbeltje. En ik denk, ik zal eens kijken wat John Wimber de fout in gaat. En ik zag dat er gebeurde. Genezing, maar ook heel veel bevrijding. En in zo'n mate van rust. En ik werd steeds kleiner en kleiner. En ik begon op de achterste rij begon ik te bidden. Heer, laat die man alsjeblieft geen openbaring over mij hebben. Dus in de voorganger, 33 jaar oud, met een pen en de Bijbel en een bloknootje om te kijken waar John Wimber de fout in gaat. Maar zo is God niet. En toen overrompelde God me wel. En toen gebeurde het gewoon in een pastoraal gesprek waarin iemand ook... We gingen gewoon bidden. En toen begon, terwijl we gingen bidden, begon die persoon te manifesteren. En niet zo'n klein beetje ook. Ik was zo bang, jongen. Ik was zo bang. Niet van zit het in mij? Ik heb ook bevrijding meegemaakt. Maar van, straks staat het groot, met grote koeienletters in de krant. Zo van, pastor, en dan die bevrijding, sekte en noem maar op. Ik heb die nacht zo slecht geslapen. Want die vrouw begon helemaal te shaken. Als een pingpongbol op en neer te springen. Dat kan je helemaal niet nadoen. Die wangen van haar, die gingen zo snel heen en weer. Letterlijk niet te filmen. Hmm. Dus ik heb s'avonds gedacht, ik kon niet slapen. En de volgende morgen ging om 7:30 de bel. De telefoon. En Aukje nam op en ik denk, ik ga niet bellen. Straks is het iemand. En toen was het die vrouw. Ik denk, nu krijg je, zie je wel. Zegt die vrouw van, wat heb je allemaal gedaan? Wat is er allemaal gebeurd? Maar ik moest het telefoontje aannemen. En ik was echt hartstikke bang.
Ik wist niet wat me overkomen was. En toen zei ze, joh, wat er gisteravond gebeurd is, zei ze. Ik zei, oh, nu krijg ik het, weet je wel. Ze gaat naar de pers. En toen zei ze, weet je, ik had een gezwel in mijn wang. Ik durfde het niemand te zeggen. Ik ben bang om naar de arts te gaan en noem maar op. Nou, heel verhaal. En vanmorgen dacht ik, voelde ik zo, het hele gezwel in mijn mond, weg. In mijn wang, is weg. Mm. En toen, eigenlijk is het daar in Nederland mee begonnen. Wat ik de vorige aflevering zei, hoe het internationaal ik begon. Zo zijn we pastoraat gaan doen, bevrijdingspastoraat. Het is logisch dat je bang bent voor het bovennatuurlijke. De discipelen waren het ook, die noemden de Heer Jezus een spook. En dat heb ik ook heel lang gedaan als het ging om de persoon en het werk van de Heilige Geest. Ja. En maar als je hem, ook de Heilige Geest, hebt leren kennen, dan weet je hoe klein je bent, dat je ook niet nodig bent, maar wel heel gewenst en geliefd en gewild. En dat jij dan ook een kanaal mag zijn van zijn liefde en kracht. Dan verdwijnt die angst, ook voor het bovennatuurlijke. Hmm. En ik weet, als het om bevrijding gaat, het stelt niet zoveel voor die vijand. Ik weet dat hij overwonnen is. Ik weet dat hij ontmaskerd is als vader van de leugen. Ik weet dat hij daardoor ontwapend is, want de leugen is het enige wapen. En er was er nog eentje, maar goed. Hij is buiten functie geplaatst. Hij is heerlijk. Wij vinden het echt. Ik heb altijd het idee dat de duivel zoveel invloed heeft in mijn leven als dat ik geloof dat hij heeft. Ja, exact. Ja. Zolang jij gelooft dat je gebonden bent, ben je gebonden. Ja, maar zou dat een... Het is echt waar. Ja, maar zou dat dan, dan al een switch kunnen zijn bij mensen die nu kijken en luisteren? Ja. Die zeggen van, hé, ik ga die mindset change maken vanuit leven in gebondenheid en leven in overtuiging van mijn verkeerde dingen naar de focus op wie ik ben in het verbond met Jezus. Mm. En het feit dat hij die prijs betaald heeft voor mijn bevrijding. En ik sta God toe de leugen te ontmaskeren. Ik sta God toe in mijn emotionele pijn te komen. Mm-hmm. En daarmee beginnen ze eigenlijk aan die reis. Mm-hmm. En ik denk als mensen dat meekrijgen vandaag, dat al een enorm mooi cadeau is om mee te beginnen. Mm-hmm. Met daarbij dan zomaar, stel dat God iets moois doet. Mm-hmm. En dan daag ik je misschien uit. En als je het niet wil, mag ik het ook zeggen. Maar zou je niet kunnen bidden vanuit hier gewoon? Voor mensen die nu kijken of luisteren. Mm-hmm. Misschien wil God via de nieuwe media ook wel gewoon ergens in Nederland iets doen. Ja, dat wil ik zeker doen. Ja, ik denk, ja. Ja. En als dat dan zo is, laat het weten. Schrijf ons, vertel je verhaal. Want ik geloof echt dat God is hier en ook daar. Ja. En als wij liggen te slapen, dan zijn mensen 's nachts dit aan het luisteren of kijken. Ja, ja, ja. En dan gebeurt er iets. We krijgen natuurlijk wel vaker van dit soort berichtjes, mailtjes, brieven, gewoon door een televisiezender. Nou, wat goed. Heer Jezus, dank u wel, u bent hier. Dank u, Heer. U bent altijd bij ons, om ons heen. En we danken u, Heilige Geest, dat u werkt. Waar wij Jezus verkondigen, daar werkt u. En Heer, dan bid ik, Heer, dat u gewoon op dit moment ook, terwijl we hier zijn en pas veel later anderen dit horen en zien, dat u komt en dat u overtuigt met genade. Heer, dat u komt met uw liefde die de duisternis overwint. En op het moment dat jij gewoon zegt tegen Jezus, ik ga gewoon aan uw voeten liggen nu op dit moment. En ik heb het wel eens letterlijk zo gedaan. En u mag met me doen wat u wil. U mag met me doen wanneer u het wil en hoe u het wil. En dan weet je ook wat je nodig hebt. Dat je dat gewoon in een gebed uitspreekt. Heer Jezus, hier ben ik en dit is waar ik mee worstel. En ik wil het aan u geven, maar u mag het doen zoals u het wil. Hoe u het wil, waar u het ook wil en wanneer u het ook wil. Die volledige overgave. En dan bid ik, Heilige Geest, dat u komt met uw liefde. Die scheiding maakt tussen licht en duisternis. Heer, die scheiding maakt tussen leugen en waarheid. Wees daarmee gezegend met de Geest van God die zijn liefde uitstort in jouw hart, waardoor je fijngevoelig wordt en onderscheidingsvermogen gaat krijgen ook. Zoals dat staat in de Filippense brief. En je kunt afkeren van dat wat je vasthield. Mm. En je kunt keren naar het licht en de liefde van de Vader. Wees daarmee gezegend in Jezus' naam.
Amen. 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 Wat een mooi en krachtig gebed om mee te eindigen. En vergeet niet ons je verhaal te sturen. Wil ik in via Vrij zijn of via Go & Tell? Laat ons even weten. info@vrijzijn.nl. Apenstaartje, wat nog even belangrijk daartussen. En info@go&tell.nl. God zegen en tot de volgende keer.